De vraag is natuurlijk, waarom besteden we ieder jaar aandacht aan Kitty Kuti of Dia de Abolición? Dus voor de kinderen uit Zuidoost, leuk om jullie weer te zien. En de kinderen uit de andere stadsdelen, welkom. En fijn dat jullie dit jaar ook weer hierbij zijn. Super geweldig dat jullie met zoveel zijn gekomen. Heel erg goed dat ze de ster van de midden van de Surinaamse vlag, die hebben ze erin gezet. En je ziet de gebroken kettingen. Dat staat dus ook voor Kitty Kotti, gebroken kettingen. Ik vond het echt heel mooi. Ik waardeer het echt. Deze drie emojis geplakt, de blije, want ik was toch wel blij dat het werd afgeschaft. Ik wou er wel meer over weten. Dankjewel, Roger. Erg is dat ze dan nu pas sorry zeggen. De mensen die dood zijn, die kunnen ook niet meer terugkomen op aarde en zo. Daar ben ik ook wel verdrietig om. Een mevrouw die zwanger is, die kan niet zo hard meer werken. En wat krijgt ze aan het eind van de dag voor straf? Dat ze stenen uit het vuur moet vasthouden. We hebben daar een lied over gemaakt. Dat lied heet Faya Sitong, hete stenen. Ik vond het verhaal over de zwangere vrouw heel heftig. Hoe ze gestraft werd, dus dat heb ik getekend. Dus Anissa is zo'n doek wat je daar ziet staan. Een Anissa verwijst ook naar een hoofddoekmodel, wat ik bijvoorbeeld op mijn hoofd heb of wat jullie daar bij de poppen zien. Deze ketting bestaat uit allemaal schelpen. Door de VOC werden deze schelpen uit de zee gehaald bij de Indische Oceaan. Die werden naar Amsterdam gebracht. En vanuit Amsterdam gingen ze weer op schepen door naar West-Afrika. Want hier van deze schelpen, moest je er wel heel veel van hebben, werden ook mensen van gekocht. Daarom heb ik deze ketting om, omdat het dus eigenlijk ook een goed verhaal laat zien van ons koloniaal verleden. Het mooiste optreden vond ik die van de rapper. Ik vond dat hij heel mooi onder woorden had gedrukt dat je alle plantjes evenveel moet blijven voeden. Ik denk de plantjes van wat er voortbloeit in jezelf, hoe jij groeit. Dat je gelijk bent aan de anderen. Dat niet één iemand beter is dan de ander omdat hij er anders uitziet. Ik heb een hartje, want ik kreeg er heel veel hele sterke gevoelens bij. Ik word er blij van, omdat het nu klaar is, maar eigenlijk had het nooit mogen gebeuren. Meneer Romino, over die namen en uit welke land die kledingstoffen komen. Verdriet en daarna ben ik veranderd naar blij, want ze hadden echt heel veel verteld en belangrijke dingen. In het verhaal ook. Ik was echt inspirerend gewoon, dat je echt veel belangrijke dingen ervoor krijgt.